Woensdag in Studio TVL komen we te weten hoe het gesteld staat met de seksuele opvoeding in onze Limburgse scholen. En het wordt wat kouder buiten, dat wil zeggen dat de griep weer voor de deur staat. Is die zo gevaarlijk als vorig jaar en hoe kunnen we ons er tegen wapenen? En er is een Limburgse kandidaten die de Bikkie Burger heeft omgevormd tot chipssmaak met de naam Bikkie Crisp. Dat en nog veel meer woensdag in Studio TVL.